Zo, welkom allemaal. We gaan beginnen met de eerste Arduino-les. Dit gaan we doen in de 10x CAD-omgeving. Dat kan je gewoon in een Chrome-venster openen. En daar heb je geïntypt een 10x CAD. Dit is een online programma van Autodesk. En hierin kunnen we een echte Arduino simuleren. Afgezien dat jullie kunnen niet naast elkaar zitten naast een echte Arduino. Dit wordt de eerste stap van de tutorial en daarna ga ik ook laten zien hoe een echte Arduino werkt. Nou, om te beginnen, eerst moeten jullie klikken en een nieuw account aanmaken. Klik je op aanmelden en kun je aanmelden gewoon met je Google account of kan je aanmaken een Autodesk account ook. Oké. Okay. Zo. Even aanmelden. Dit gaan we niet koppelen, liever doorgaan. Ja. Nou, we zijn zo teruggekomen in de 10x CAD-omgeving. Dit is ook een 3D ontwerpprogramma. Die lijkt heel erg op SketchUp van Google. Het is niet echt heel geschikt voor engineering doeleinden. Dus daar gaan we niets mee doen. Maar als je gaat aan de linkerkant in een paneel, dan zie je circuits. Als we hierop klikken, dan kunnen we beginnen met het spelen met Arduino. Wat je hier ziet, dat is de meest simpele elektronica wat je maar kan voorstellen ongeveer. Je ziet een batterij, en weerstand en een LED-lichtje. Rechts heb je componenten, dat kan je inslepen, verbinden met elkaar. En als je hebt een simulatieknopje, dan kan je je elektronica simuleren. Ik ga nu simuleren en wat een wonder, dat LED-lichtje geeft licht. En als ik de simulatie beëindigt, dan gaat het lichtje uit. Ja, dus kunnen we hier niet zo meer verder. Gaan we terug naar het hoofdmenu. Klikken we weer op circuits. En in plaats van try circuits gaan we eerst klikken op edit en een nieuw circuit maken. Ja. Ja. Nou, nu is het simpeler. Nu hebben we hier een blanco document. Gaan we aan de rechterkant zoeken tussen de componenten. En kunnen kiezen hier starters Arduino. En dan hebben we hier een breadboard. Er zijn een aantal samenstellingen hier. En ik denk dat het beste als we gaan beginnen met de ene waar staat knipperen bij. En dat slepen we op de, in het document. En als we hier klikken op simulatie starten. Dan zien we dat de Arduino'tje wordt ingeplukt en de lichtje gaat aan en uit. Nou, wat is het Arduino eigenlijk? Dat is een uitbreiding van een microcontroller. Een microcontroller is niet anders dan een superkleine computertje die allerlei apparatuur kan aansturen. Je kan een programma schrijven en daarmee kan je sensoren uitlezen en schakelaars uitlezen en draaiknoppen uitlezen. Afhankelijk van wat voor informatie binnenkomt, kan je bepaalde acties laten uitvoeren. Nou, hoe gebeurt het hier? Als je kijkt, hier is een printplaat. Dit is de microcontrollertje eigenlijk. Dus hier gebeurt alles. En alles wat je daarnaast op het plaatje ziet, dat is vooral heel veel ruimte. En enkele componenten die ervoor zorgen dat, microcontroller, wat hier ligt, goed kan functioneren. En de rest zijn gewoon verbindingen van elke pootje van die microcontroller chip wordt verbonden met een pinnetje. En hier kan je dan draadjes en componenten inprikken. Wat je ziet, hier is een groef van de pinnetjes. Dit heet de power groep. En heb je een V in, dan kan je voltage opzetten. En dan hier kan je ook voorzien de printplaatje van 9 volt. Anders krijgt die energie via de USB-kabel van een computer bijvoorbeeld, of een powerbank kan je daar ook aansluiten.
En daarnaast heb je twee keer een ground, dat is de min kant van elke aangekoppelde sensor of in- of uitgang. Dan heb je hier een 5 volt pootje, daar kun je 5 volt van aftappen. Hier kun je 3,3 volt aftappen. Dan heb je een resetkopje, daar kun je de hele printplaat resetten. Daar heb je hier ook een knop voor, maar hier kun je een knop op afstand aansturen. Als je de printplaat ergens inbouwt. En dan heb je hier nog een IORF knop of pin, daar gaan we nu niets mee doen. Sowieso. Oké, aan de rechterkant heb je een groep die zijn analoog ingangen. Hier kan je alle sensoren aankoppelen en die gaan een signaal van 0 tot 5 volt uitzenden. En op basis van of dat het 0 of 5 volt is, gaat de Arduino daar een waarde van uitlezen. En daar kunnen we ook weer kunnen bepaalde dingen waarnemen via de sensor. Nou, aan de bovenkant heb je de digitale groep. En hier heb jij 13 digitale pinnen. Een digitale pin betekent dat de analoge pin die kan een voltage ontvangen van 0 tot 5 volt en analyseren. De digitale pin kan ook aanstaan of uit. En er is geen waarde daartussen. Als het aanstaat, dan kun je plus 5 volt opmeten. Als het uitstaat, dan niets. En dat kan een uitgang of een ingang zijn. Dus als ik ga daarop met een externe sensor of elektronica 5 volt aanschakelen, dan gaat die, kun je daarmee uitlezen de 5 volt. En als je dat instelt als output, dan kun je daarmee 5 volt opzetten uit het programma. En dan kun je daarmee apparaten, ledlichtjes, alles en nog wat aansturen. Dus wat je eigenlijk hier ziet, is een heel klein programma die ervoor zorgt dat de ledlichtje aan en uit gaat. En dan zie je hier de ground is verbonden met een led met de pin 13. En eigenlijk op de pin 13 wordt gepulseerd 5 volt aan, uit, aan, uit, aan, uit geschakeld. De pin 13 is eigenlijk verbonden met een ingebouwde led. Hier staat de L voor de LED. En op het printplaatje zie je ook de led aan, uit, aan, uit, aan, uit gaan. Ja? Dus eigenlijk die twee zijn hetzelfde uitgang. Als je wil iets testen bijvoorbeeld en hier stuur je een signaal uit en wil je zien of dat de signaal echt uitgaat, dan kun je hier heel makkelijk visueel waarnemen op de printplaat. Ja, dit is alleen maar voor één pinnetje aangezet. Dus bij de rest zie je niet, maar dit is eigenlijk de testpin, wat je zo kan gebruiken. Nou, wat een belangrijke vraag kan zijn. Wat is dit eigenlijk? Dit is een ledje en waarom zit die rare weerstand daarvoor? De punt is dat die in- en outputs van een Arduino, die kunnen niet heel veel stroom leveren of ontvangen. Bijvoorbeeld rond de 40 mA stroom, wat alleen maar uit zo'n digitale pin mag stromen. Dus een ledlichtje heeft te weinig weerstand. En als je dat verbindt direct zonder weerstand met pin 13, dan maak je eigenlijk bijna een kortsluiting tussen de ground en pin 13. En dat kan aan de ene kant de Arduino microcontroller beschadigen, aan de andere kant het ledlichtje kan ook kapot gaan. Dus als je berekent bij 5 volt, als je zet een weerstand hier van 220 ohm, dan kom je uit rond 40 mA volgens de wet van Ohm. Ja, dus dit beperkt een beetje de maximale stroom. Ja, dus heel vaak zie je een weerstandje en dat is meestal dat soort bedoeling. Oké, laten we nu kijken hoe het programmeren werkt. Er is een programmaatje wat je via de USB-kabel van je computer kan op de Arduino printplaatje uploaden. En daarvoor heb je een editorprogramma. In die Tinkercad omgeving heb je hier een knop waar je naar de code kan. Als ik hierop klik, code, dan zie je hier een blokkenschema.
En dat ziet er volgens sommigen is het een simpele manier om te programmeren. Maar eigenlijk heel snel loop je de grenzen aan. En dat is het beste als om meteen te leren programmeren zoals het hoort. Dus als je klikt in plaats van blokken, kies je hier voor tekst. Dan zie je normaal, kijk je doorgaan naar die, ik laat op de blokken editor. Dan zie je de normale tekst, waar de code waar je mee draait op die Arduino boordje. Ja? Dit heet ook de bronfile. En de broncode, die wordt vertaald naar een simpelere versie van, of eigenlijk een ingewikkeldere versie van computertaal. En dat is juist zo fantastisch aan Arduino, dat ze hebben een simpele programmeeromgeving ontwikkeld, zodat je niet op een ingewikkelde manier echt een microcontroller moet leren programmeren. Ja? Maar met dit soort simpele commando's. Ja? Nou, wat je eerst hier ziet is, een klein beetje uitleg. This program blinks pin 13 of the Arduino, the built-in LED. Ja, dit is een opmerking. Het is heel belangrijk dat je heel veel opmerkingen zet overal wat doet in je programma. Want na een tijd wordt het lekker lang. En als je even een weekje stopt met het werken aan projecten, of zelfs weer een weekend, kan je vergeten wat was. En wanneer je later het programma opstart, dan snap je helemaal niks van wat je hebt gedaan. Ja? Dus als je genoeg uitleg hebt, dan begrijp je weer snel hoe dat in elkaar zit. Ja? Je geeft een thema en slash sterretje teken. En dat wordt beëindigd met een sterretje slash. Als je tussen die T-tekens een stukje tekst inzet, dat wordt met een andere kleur aangegeven. En die zijn allemaal opmerkingen en worden niet meegenomen in de commando's. Dus zo kan je weinig opmerkingen doen. Ja? Hier zie je een andere kleur. Dit is weer twee kleuren, paars en zwart. Dit is echt het programma, wat de computer begrijpt als programma. Behalve hier is weer een stukje van met twee slashen. Dit is dan een andere opmerking. Ja? Als ik begin hier een stukje te typen, dan de Arduino denkt dat het is een stukje programma. Ik heb twee manieren om dat te veranderen. Dus naar een opmerking of doe ik twee slash, maar dat geldt alleen voor één rij. Of doe ik aan het begin een slash sterretje. En dan moet ik aan het einde van het hele verhaal. Ja, dan kan dit gaan doorgaan. En waar de stukje beëindigt, dan zet je weer een sterretje slash teken. En dan vanaf hier kan eventueel het programma weer doorgaan. Ja, dus, die moet je echt opletten. Ja, er zijn verschillende stukjes haakjes. Dit zijn normale haakjes wat bij een bepaalde functie of commando hoort. En er zijn hier die andere soorten haakjes. Dit geeft aan het begin en het einde van een reeks programmastukken die bij elkaar horen. Ja? Elke Arduino-programma begint met declaraties. Het is zo'n simpele programma dat we hebben hier heel declaraties. En ik ga bij een ingewikkelde programma uitleggen wat dat precies betekent. En daarna komt het setup-stukje. Dat begint, daar staat hier void setup. De void betekent ruimte. En alles wat in de setup komt, die gebeurt één keer tijdens het opstarten van het programma. Dus hier bijvoorbeeld wordt gezegd, pin mode 13 wordt output. Dus dit geeft aan dat van de digitale pinnen, kan je zoals ik zei, als input gebruiken wanneer je een digitale signaal wil opvangen. En ook kan je als output gebruiken wanneer je iets aan-uit mee wil zetten. En dit wordt een output dit keer, want dan wil je hier de ledlamp aanzetten. Dus dat betekent als ik een commando stuur naar pin 13, vanaf die punt, dit stukje, dan krijg je hier een spanning van 5 volt en dan gaat het ledlampje licht geven. Ja? Dan heb je het tweede stuk van je programma, die is dat void loop, dus de ruimte voor de loop. En die stukje die blijft rond en rond en rond en rond en rond draaien. Ja? En als je het programma goed hebt gedaan, dan gaat het nooit stil. Als het stil staat, dan heb je een probleem. Want dan het programma is vastgelopen in een doodlopende loopje, waardoor het bevriest. Ja?
Nou, gelukkig heb je daar weinig last van bij een microcontroller, want is het zo simpel dat je kan makkelijke programma's maken die altijd prima foutloos werken. Ja? Nou, wat gebeurt er hier? Hier komt de eerste commando. Ja? Dus tussen de twee haakjes komt de loopgedeelte. Je moet opletten dat je nooit een haakje vergeet, want dan krijg je daar een foutmelding later. Maar daar gaan we niet over. Hier staat Digital Write 13 High. Dat betekent dat er wordt de pin 13 op high mode gezet. Dus komt de spanning op 5 volt. De lampje gaat licht geven. Dan de volgende commando Delay 1000. Dat betekent dat het programma gaat 1000 milliseconden lang bevriezen. Daarna komt Digital Write pin 13 Low. Dat betekent dat de spanning wordt weggehaald, dus dan krijg je 0 volt daar. Dan gaat het lichtje uit en dan staat weer delay 1000. Dat betekent dat het programma gaat 1000 milliseconden lang weer bevriezen. En dit gaat zo heen en heen en heen en weer, stukjes niet heen en weer, maar rondjes lopen. Ja? Wat belangrijk is, dat na elke commando hoort een punt, komma komen. Ja? Als je dat vergeet, krijg je weer een foutmelding. Ja? Elke kleine foutje, als iets staat met groot letter hier, digital write is alleen maar goed als het begint met klein letter en de write stukje begint met een groot. Dus dit is een beetje vervelend, maar dit is de romantiek van het programmeren. Ja, laten we uitproberen. Dus gaan we simulatie doen en dan zien we na initialiseren de ledlichtje aan en uitgaan. Ja. En als we gaan bijvoorbeeld hier veranderen de 1000 milliseconden, dus 1 seconde naar 100 milliseconden. Dus in een webeditor, dus zo snel gaat het niet gebeuren, maar gaat in principe dan 10 keer per seconde, dus elke tiende seconde aan en uit. Ja, en dat hoort ook veranderd worden hier bij de opmerking. De simulatie starten. En je ziet dat het veel sneller gaat, ja? Oké, dan stoppen we hiermee. Zetten we het terug op 1000 zoals het was. En gaan we verder naar de volgende stuk die we willen bespreken. Oké, stel je voor dat je niet alleen maar een zwakke lichtje wil laten branden, maar wil je een zwaardere belasting, of bijvoorbeeld een elektromotor, aandraaien. Ja? Nu halen wij even hier dan die ledlampje en de draadjes. En als je gaat kiezen niet tussen starters maar componenten alle, dan kun je naar beneden scrollen. En opeens, als je goed zoekt, dan kom je hier een gelijkstroommotor tegen. Ja, niet met encoder en niet met de andere encoder, gewoon een gewone gelijkstroommotor gaan we pakken eerst. Ja, dat is hier. En dit kunnen we ook ronddraaien. Bijvoorbeeld die kant, omdat ik wil nog eerst een batterij bijzoeken. Dat komt hier. Yep. Oké, zetten we hier. Ook met die knopje kan je draaien aan de componenten. Misschien heb ik het vergeten om te zeggen of niet. Maar dit werkt op die manier. Helaas maar één richting. Ja. Nou, maar nu is dit plus bij plus en min bij min, ja? En dan gaan we gewoon met elkaar verbinden eerst. Dan kan je kiezen voor een kleur. Dit wordt dan zwart. Dit wordt de ground, de mainpunt. En de andere kant trekken we een kabeltje. Die rood zal zijn. Rood, ja? En als ik ga simuleren, dan zie ik hier dat even wachten. Ja, de motortje draait. Ja, en hier blinkt het lampje en gebeurt niets tussen de twee, want hier is gewoon geen verbinding. Ja. Nou, wat we gaan doen, we willen hier een schakelaartje daartussen zetten. En de schakelaartje werkt met een kleine spanning, met een kleine stroom. En daar aan de andere kant kan een grotere stroom mee schakelen. En die component die dit trucje kan, heet een relay. En als we hier naar beneden scrollen, hier hebben we tweepolige keerstroomrelays. Die trekken we hier uit. Yep. En die draaien een beetje
die kant. En als je goed kijkt, die relaatje, ja, staat hier. Die heeft terminaal 1 en terminaal 16 en daartussen zit een spoeltje in. Ja. En hier heb je terminaal 4, 6, 8. Dat is 4, 6, 8. En hier is een tekentje. Dit betekent dat die twee polen zijn met elkaar verbonden. En wanneer die spoel onder spanning komt, dan gaat de schakelaartje over naar de overkant. Ja, hier zit een elektromagneetje in. Een heel zachte elektromagneetje. Die gaat de schakelaartje omzetten. En die Arduino is wel sterk genoeg om de kleine magneetje aan te sturen. Ja? Dus nu gaan we verbinden de ground met de ene kant van de spoel. En pin 13 met de andere kant van de spoel. En dit wordt dan de rood, want hier komt de 5 volt op. En dat dit wordt dan zwart, want dat gaat weg naar de ground. Ja, oké. Okay. Nou, wat gaat hier gebeuren? We even aanzetten. En als de lampje hier aangaat, dan moet de schakelaartje heen en weer gaan. Dat is met 10 keer dat heel goed bedacht. Dat je ziet hier ook de teken heen en weer bewegen. Maar dat zien we niet bewegen. Dus wat kan het probleem zijn? Het probleem kan zijn bijvoorbeeld dat we hadden hier de polariteit omgekeerd aangezet. Nou, laten we dan dit omdraaien. En hier, dit zetten we daar. En dan draai je van 13 die kant. En dit wordt rood. En gaan we kijken of dat het nu wel werkt of niet. Het is wel jammer, want ze hadden ook de relay moeten zetten. Welke de plus of de min kantje zou zijn. In praktijk kan je ook iets kapot maken. Maar nu zie je, dat als het lampje groen wordt. Of groen, dit is hier oranje. Op sommige, de echte Arduino Brood is het bijvoorbeeld groen. Nou, maakt niet uit. Dan hier zie je de schakelaartje met een lampje aangaan. Dan schakelt hij heen en weer, heen en weer. Ja, volgens de oorspronkelijke programma. Ja. En wat we hier kunnen doen is dat we trekken hier de kabeltje los. Simulatie beëindigen. Hop. En dan zetten we hier terminaal 4 is dit. En dan heb je terminaal 6. Dit is dan met elkaar verbonden. En trekken we van 4 daar naartoe. Een rode snoerkabeltje. Ja, oké. Okay. En als dat goed, nu gaan we aanzetten. Dan zie je elke seconde gaat de motor aan, uit, aan, uit, aan, uit. Ja? Nou, op die manier kan je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de motortje voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 1000 milliseconden, aan of uitgezet wordt. En met een lichte signaaltje zware belasting aansturen.